Nou, goedemorgen allemaal. Dit is denk ik een van de meer bijzondere presentaties die ik ooit gegeven heb en hoop ik ooit zal geven. Ik weet niet of dat jullie het eigenlijk allemaal weten, maar we hebben hier een soort hybride Forumdag vandaag. Want we hebben zelfs een klein aandeel publiek. En verder moet ik het van een klein cameraatje doen. Ik ga even kijken of mijn presentatie werkt. Nee, die werkt. Mag ik weten. Het is ook erg vervelend als je zowel de techniek doet als zelf een lezing geeft. Maar dat gaat goed komen. Zoals Gertie al zegt, ik ben projectmedewerker bij Florum. Ik ben met een beetje een affiniteit voor het aquatische. Dat betekent dat ik heel veel buiten ben en op allerlei plekken zoek naar waterplanten. En ik wil jullie vandaag eigenlijk een beetje meenemen in ja, wat is nou mijn werk? Wat doe ik? Waarom zijn die waterplanten zo belangrijk? Waarom moeten jullie voortaan met een hark op pad? Dat is zeker een heel onmisbaar onderdeel van het werk met waterplanten. En ik wou jullie ook een beetje het inkijkje geven, wat is nou het belang van de waarnemingen die jullie doen in relatie met de projecten die ik uitvoer. Dus eigenlijk, jullie tikken iets in de NDFF of via de NOVA-app of iets dergelijks. Die waarneming die verdwijnt vervolgens op een grote hoop. En daar mag ik dan mee aan de slag. Maar eerst wil ik jullie een beetje meenemen in de meer bijzondere plekjes waar ik, nou ja, dagelijks is een beetje overdreven, maar zeer regelmatig te vinden ben. Het eerste plekje is trouwens redelijk uniek. Even kijken. Ah, kijk, daar ben ik. Mooi in beeld, met een duikpak aan. Voor de goede orde, ik ben een zeer beroerde zwemmer. Dus dit was een zeer spannende ervaring voor mij. Ik had contact met wat Ravond-collega's. En die gaven aan dat er een clubje duikers was. Die graag meer wilden weten over waterplanten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kom altijd graag opdraven om wat te vertellen over waterplanten. En naar aanleiding van die cursus kreeg ik op een gegeven moment een berichtje. En die zeggen van, Mike, we hebben een hele bijzondere plek. Waar wellicht wat interessante waterplanten te vinden zijn. Zou je met ons mee willen? Nou, ik zeg, waar is dat dan? Dat was de Hofvijver. Ik weet niet hoeveel van jullie wel eens in de Hofvijver gedoken hebben. Ik kan het jullie niet aanraden, dus ze stellen dat niet heel erg op prijs. Maar het bijzondere van die Hofvijver is dat die waterkwaliteit is eigenlijk wat beter dan de water die eromheen liggen. De bron van het water van de Hofvijver komt uit Kijkduin. Daarmee is het wat voedselarmer water dan het meeste water die je in stedelijk gebied zou verwachten. Hiernaast, omdat het natuurlijk ook bij het Binnenhof ligt, wil men dat het een beetje uitstraling heeft. Dus zijn er in het verleden allerlei initiatieven geweest om de onderwatervegetatie daar een beetje een steuntje in de rug te geven. Waaronder het aanplanten van kranswieren. Nou, zo gezegd, dan Mike gaat daarheen, trekt een geleend duikersoutfit aan, snorkeltje erop en het water in. Ik had verwacht een heleboel fietsen, winkelwagentjes, blikken bier en dergelijke tegen te komen. Dat hebben we ook wel gevonden. Maar ook verschillende kranswieren. Toch verrassend veel. In het verleden, wat ik net al zei, zijn die aangeplant daar. Kleine matjes van kranswieren. Maar ja, het is een plek waar zelden mensen komen. Helemaal onder water. Dus of dat het nou een heel groot succes was, ja of nee, was nog niet heel erg bekend. Maar op verschillende plekken toch heel veel gara's gevonden. Kranswieren, voor de goede orde. Rechtsbovenin, groot nymfkruid, Naias marina, ook een soort die je niet zo snel in stedelijk water zou verwachten. Maar zeker uitbundig aanwezig was. Ook vele kruiden, nou goed, ik kan de hele soortenlijst wel gaan opnoemen, maar dan red ik het denk ik niet in mijn tijd. Maar ik kom niet alleen in die Hofvijver, ik kom ook op andere plekjes. Zo met een klein bootje, trouwens het ding was verschrikkelijk lek, in de Grote Beerzen. Ook in de Kleine Beerzen ben ik geweest. Die was nou, een beetje droog gevallen, zouden we maar zeggen. Trouwens even aandacht voor onze collega Ruud, die daar rechts op de foto staat met een hark in de hand. Erg belangrijk. Maar misschien kom ik ook wel een keertje bij jullie in de achtertuin. Bij zulke watertjes. Eigenlijk overal waar ik kom, heb ik extra aandacht voor die waterplanten. En het valt me eigenlijk op dat, mede waarschijnlijk omdat het niet altijd de makkelijkste plekken zijn om te komen. Maar dat we her en der toch nog wel wat waarnemingen van waterplanten missen. We kijken hier naar het pittoreske dorpje Horssen. Hier ben ik geboren en getogen. En we kijken naar de verspreiding van doorgroeid fonteinkruid, Potamogeton perfoliatus, in een aantal kilometerhokken rondom Horssen. Nou, kan ik jullie vertellen, er zijn aanzienlijk meer kilometerhokken te vinden waar die voorkomt. We zien daar een klein watertje, rechts boven de naam Horssen, dat is het Goor. Daar loopt de waterloop naast en die hele waterloop van links naar rechts eigenlijk zit helemaal vol met doorgroeid fonteinkruid. Vreemd dat er maar twee hokken bekend zijn waar doorgroeid fonteinkruid voorkomt. Geeft toch al aan dat er iets meer naar gekeken zou kunnen worden.
Maar goed, links op de foto zie je hoe het er ongeveer bij ligt. Dit is vanaf de kant zelfs prima te doen. Hier heb je geen hark voor nodig. Het is niet altijd zo makkelijk. We kijken naar de Zevenhuisplas. Overigens, Marion, hartstikke bedankt voor de foto. Het is weer een pareltje van een onderwaterfoto. Ook hier weer kijken we naar de groei van Tijnkruid. We zien dat hier 4 kilometer hokken zijn, terwijl die hele plas, dat kun je afleiden aan de foto, van voor tot achter vol zit met de groei van Tijnkruid. Nou moet ik zeggen dat de waarnemingen, het zijn totaal 13 waarnemingen over een periode van 10 jaar in die 4 hokken. Het bijzondere van ongeveer de helft van deze waarnemingen is dat ze of door duikers gedaan zijn, of door mensen met een onderwaterdrone. Nou ga ik natuurlijk niet van jullie verwachten dat jullie allemaal het water in gaan duiken meteen en met drones en toestanden op zoek gaan naar waterplanten. Maar het geeft wel aan dat jullie als vrijwilligers toch erg bedreven zijn om naar van alles nog wat te zoeken. En heel bijzonder natuurlijk dat je met een drone of met een duikpak gaat zoeken naar planten. Nou goed, ik kom hier dadelijk nog wel even op terug. Ik moet op de tijd letten. Gaan we even verder kijken, want niet alleen de Zevenhuizenplas missen er wat waarnemingen van waterplanten. Maar ook hier, voor mij is het dorpje Nijmierdum. Ik was hier in relatie tot het agrarische dieren landschapsbeheer voor de natte dooradering. Om te kijken van nou, wat doen we nou met die natte dooradering? Liggen die pakketten voor het ANLB op de goede plek? Waar zitten doelsoorten, waar niet? Nou, een heel ingewikkeld verhaal. En ik ga daar kijken samen met wat boeren daar in de omgeving. Van nou, wat zit nou precies waar? Ook het NDFF erbij gehaald. En nou blijkt dat er, ik zal even kijken of het cirkeltje voor de dag komt. Precies daar, buiten de waarnemingen die bekend zijn. Kukroes van Tijnkruid en stijve wateren op het voorkomen. En niet zo'n beetje ook niet. Hele pakketten. Nou is dit terrein, het is jammer dat ik er geen foto van kon vinden. Maar niet het meest aantrekkelijke terrein om voor floristen te gaan kijken. Maar misschien voor een andere doelgroep. Misschien voor de boeren zelf. Met wat kennis van zaken zouden daar toch her en der een stipje neer kunnen zetten. Nou, hoe we dat misschien in de toekomst willen aanvliegen, dat zal ik jullie dadelijk al wat meer over vertellen. Een ander voorbeeld. En kijk, de soorten die ik jullie net heb laten zien, dat zijn wat algemenere soorten. Wat minder algemene soorten, laten we het zo zeggen. Maar niet erg bedreigd of beschermd. De soort die jullie nu rechts op het plaatje zien, is wel een beschermde soort. Dat is de drijvende waterwegbree, Buronium natans. Ik denk komend jaar dat ongeveer 200 à 300 uur van mijn tijd gaat zitten in het inventariseren van deze soort in de Brabantse beken. Er is nogal het een en ander om te doen. Ik zal jullie wel meer vertellen over dit project dadelijk. Wat ik hier jullie wel wil meegeven is dat de soort in principe goed herkenbaar is, zoals jullie rechts op de foto kunnen zien, maar soms wat lastig te vinden, zoals jullie links op de foto kunnen zien. Nou, zou ik jullie eigenlijk willen vragen om vooral op de rechtse variëteit te letten. En dan zal ik wel in de linkerkant gaan zoeken naar de drijvende waterwegbree. Maar waarom is het nou een belangrijk soort? En waarom zijn waterplanten überhaupt belangrijke? Een belangrijke soortgroep om naar te kijken. Het is al een beetje plat geslagen. Want ik heb niet heel veel tijd om jullie hier van alles over wijs te maken. Maar iets over waterkwaliteit. We zien links de stikstofbelasting van oppervlaktewater in ons land. En we zien dat dat steeds beter gaat. Steeds minder, en dat geldt trouwens ook voor andere vermesting. Ons water wordt langzamerhand toch steeds schoner. Daarnaast zien we aan de rechterkant de gemiddelde watertemperatuur. Dat is ook erg platgeslagen data natuurlijk. Maar we zien toch dat de watertemperatuur iets toeneemt, gemiddeld gezien over de jaren. Samen betekent dat dus betere waterkwaliteit en een gemiddeld hogere watertemperatuur, dat het groeiseizoen voor veel waterplanten ook wat langer is. Dus we zouden verwachten in de loop der jaren dat we ook een toename zouden zien in de diversiteit waterplanten en welke soorten we waar kunnen vinden. Nou, kunnen we daar ook een klein beetje op inzoomen? Dan kon ik het niet laten om toch iets over de KRW in mijn presentatie te zetten. De KRW, de kaderrichtlijn water, of de Water Framework Directive, is Europese wetgeving. Ik durf de einddatum niet meer te zeggen, maar voor een bepaald jaar hebben we gezegd, moeten zoveel wateren bij ons aan een bepaalde ecologische, biologische kwaliteit voldoen. Dat streven, het jaartal waarop we dat willen, dat verschuift nog alles het een en ander. En ook de methode waarin dit gemeten wordt, verandert ook nog wel een beetje. Maar door de oogharen gezien, zien we wel een voorzichtige toename aan de kwaliteit van onze wateren. En dat is hier terug te zien aan het aantal waterlichamen wat goed scoort.
voor diversiteit en ook aan de abundanties van waterplanten. Deels toe te schrijven aan de verbetering van de waterkwaliteit. Een klein beetje toe te schrijven aan de verandering van de methodiek. Maar goed, laten we daar nou niet te lang bij stil blijven staan. We zien nu steeds dat toch, nou we zouden het zijn, 10 tot 20% zeer slecht scoort. En nou, 20% scoort goed, maar heel veel water valt nog een heleboel te winnen. Nou, waar heeft dat dan mee te maken? Nou, vermesting is één ding. Aan de andere kant zijn heel veel van onze water natuurlijk niet natuurvriendelijk ingericht. Of op een niet natuurlijke manier. Beken die recht zijn getrokken, oevers van stenen. Voor waterplanten en ook voor oeverplanten niet altijd het meest gunstige leefgebied. Nou, er wordt veel aan gedaan. Afgelopen jaren op bijvoorbeeld ons natuurvriendelijk oeverproject. Volgens mij vertelt mijn collega Michiel hier op het moment het een en ander over. Ik kan het programma zo niet zien. Maar er wordt veel gedaan. En daarbij is het dus ook belangrijk dat we die effecten ervan goed in de gaten houden. En dus oog hebben voor waterplanten. Nou, die KRW produceert natuurlijk ook hele fraaie kaartjes. Op basis van die kaartjes kunnen terreinbeheerders, waterschappen, overheidsinstanties bepalen waar de focus te leggen. En dat biedt ons vervolgens weer kansen voor onderzoek en soortbescherming. En voor mij biedt dat heel veel kansen om weer op bijzondere plekjes in de natuur of in stedelijk gebied erop uit te trekken. Het rechtse plaatje wat jullie zien komt uit het westen des lands. Als jullie naar het linker plaatje kijken, dan zal je opvallen dat daar een verdacht rood hoekje te vinden is. Nou, daar komt die rechtse foto dus vandaan. Heel bijzonder was de samenwerking met Hoogheemraadschap uit Delfland. Nou, het viel het Hoogheemraadschap ook op dat ze zeer slecht scoorden voor waterplanten. Er is nauwelijks wat te vinden als je daar gaat kijken, tenminste op basis van de data van de KRW. En ze vroegen zich af van, nou, wat moeten we hier nou doen en hoe kunnen we dit aanpakken? Zitten er nog waterplanten, zitten er nog sporen, zitten er nog populen in de bodem? Wat is daar nou precies aan de hand? Wordt alles opgevroten? Nou, ze wisten het niet. Zijn ze met ons in contact gekomen? En hebben wij bedacht om een kiemproef op te zetten. Dus Mike, met een bootje in de bus, richting het westen van het land, met een zeldzame constructie, een zuigboor. Ik wilde hem eigenlijk laten zien, maar ik ben hem helaas vergeten. Dus nou, moet je maar een keertje googlen. Bodemmonsters verzameld en vervolgens in samenwerking met de Radboud Universiteit, het Tassencomplex, hebben wij een fantastisch proefje neergezet. Dat ziet er ongeveer zo uit, linksboven is foto voor de goede orde. En aan mij de schone taak om alles wat daarin kiemde, enigszins lang genoeg in leven te houden totdat we het op naam konden brengen. Om zo te kijken van zit er nog iets in die bodem, wat doet dat nou precies? Ik wil er niet te lang bij stilstaan, want ik merk dat ik nou al op de tijd moet gaan letten. Maar kort door de bocht, op heel veel plekken kiemde er in ieder geval iets. Waren maar een paar plekjes en dan was het echt verschrikkelijk. Er zat helemaal niks in de bodem of alleen maar krozen. Maar toch hier rechts bijvoorbeeld op de foto Harfontijnkruid, een mooi voorbeeldje. En linksonder, voor mij was het een gele plomp als ik het eventjes zo stiekem mag zeggen. Niet de meest bijzondere soorten, maar her en der zit dus nog wel. Wat betekent dat er dus waarschijnlijk met beheer iets gedaan kan worden om toch wat aan die diversiteit en aantallen aan waterplanten te doen. En dus een betere score voor de KRW te kunnen realiseren en vanuit ons oogpunt onze soorten beter te beschermen. Ander voorbeeldje. Dan gaan we eens even kijken naar de echte wettechnisch beschermde soorten. Dit wat jullie zien rechts is een stukje van de raamsloop en een stuk van de reuzel in het onderste kantje van Brabant. En het gaat hier om de monitoring van de drijvende waterlepree. Wat ik al zeg, het is een beschermde soort. Er wordt veel gewerkt op het moment. In allerlei beken, samenwerking met de waterschap de Dommel overigens. Veel herinrichtingsmaatregelen om de stroming te bevorderen onder andere. En aan mij de schone taak is om nou ja, bij 5 beken over ongeveer 380 trajecten van 50 meter te kijken. Wat vinden we daar nou? Dit is overigens aanvullend op een bestaande Natura 2000 monitoring en de gegevens van vrijwilligers. En dit jaar is de nulmeting voor dit project afgerond. Ook nog wel het belang van de waarnemingen van de vrijwilligers. De trajecten die gekozen zijn door waterschappen Dommel en door ons, zijn op basis van data van vrijwilligers. Je ziet op het kaartje rechts een rood stipje. Dit is de enige waarneming in het hele traject die van dit jaar, misschien dat ondertussen meer mensen de data hebben geüpload, maar ten tijde van het maken van de presentatie was dat het enige stipje van drijvende waterwegen.
Nou, dan is het interessant om te kijken, hoe zit die dan verder over dat traject van de reuzel? Waar zit die vooral, hoeveel zit er en hoe kunnen we daar met de werkzaamheden rekening mee houden? Dus Mike weer, bootje in de auto, die kant op gereden. En wat blijkt, is mijn data. Dat is een relatief groot verschil. Nou moet ik je wel bij zeggen, het gaat hier voornamelijk om ondergedoken populaties. Kijk, heb je de harrikoen. Onmisbaar als je met waterplanten wil werken. Er zitten plekken, nou dit geldt trouwens niet alleen voor de reuzel en voor de raamsloop, maar ook grote beers, kleine beers, de run, die drijven de waterbreekbree. Die kan ondergedoken als een soort grasmatje voorkomen. En ik heb idiote hoeveelheden gevonden. Maar zonder die waarnemingen van de vrijwilligers had ik niet geweten waar ik, met deze intensiteit zou moeten monitoren. Om de hele complete reuzel in vakjes van 50 meter te inventariseren. Ja, misschien dat er een provincie of een aantal provincies zijn die op een zak geld zitten die ons daarvoor willen betalen. Maar ik denk dat dit toch al een redelijk efficiënte manier is. Dit plaatje is van de raamsloop. En ik zou jullie eigenlijk willen vragen, want dit is vanaf de kant eigenlijk prima te doen. Loop dit stukje nog eens een keer na komende jaren. Zal ik de ondergedoken planten wel doen? Als jullie het bloeiende spul en de drijfblaadjes pakken, dan kunnen we zo met z'n allen een fantastische dataset creëren. Waarom zijn die detailwaarnemingen dan zo belangrijk? Want, dan kan ik meteen terugklikken. Nou, andere kant op. Nou, dat gaat, ja, jammer, gaat mis. Maar net. Het belang van detailwaarnemingen. Waarom zou je in hemelsnaam in vakjes van 50 meter gaan kijken waar die soort nou voorkomt? Als er gewerkt gaat worden en we hebben alleen een stipje ergens staan op een kilometerhokniveau, dan weet je natuurlijk niet waar die precies zit. Waar moeten ze dan graven, waar moeten ze niet graven? Welke populaties moeten overgezet worden, welke niet? Dus daarom is het belang, ook voor ons, maar ook voor jullie, om detailwaarneming door te geven. Kijk, die klus van de drijvende waterweegbree, daar vul ik van alles en nog wat in een formuliertje. Doelsoorten, heel belangrijk om daarbij abundanties, vierkante meters of aantallen bij aan te geven. Dan weten wij waar de hotspots zitten. Maar ook allerlei abiotische parameters, type bodem, stroming, diepte, noem maar op. Beschermde soorten, aanwezigheid van exoten. Als jullie het plaatje rechtsonder bekijken, dan zie je daar het... hoe zullen we dit noemen? De luronium, crassulatum verbond of iets in die orde van grootte. Kleine beersen overigens. Daar staat enorm veel luronium, maar helaas ook enorm veel watercrassula. Belangrijk om die beide dan goed te inventariseren. Dat als er wat werkzaamheden gebeuren en je zou die crassula willen verwijderen, zijn er dan plekjes waar alleen maar luronium zit die we dan kunnen sparen. Dus een voorbeeld. Kijk langzaam nog wat meer, even kijken hoe lang ik ben. In een vogelvlucht vertellen wat jullie nou voor mij kunnen betekenen. Het stukje wat jullie nu zien. Ik kan van jullie natuurlijk niet verwachten dat jullie met waadpak en hark in de hand gewapend hier de boel te lijf gaan. En boel goed gaan inventariseren. Dus ik zal deze stukken wel pakken als jullie de mooie slootjes maar doen. Daar komt een aantal uitdagingen bij. Zoals ik al net zei en zoals jullie al gezien hebben. Niet alle stukken zijn even goed bereikbaar. Hoge vegetatie, lastig terrein. Soms is het verschrikkelijk diep. Doorzicht kan ook erg bepalend zijn. Soms heb je een bruin slootje dat je denkt, hier zit helemaal niks. Gooi je er een hark in en komt van alles nog wat boven. Terreineigenaren kunnen nog wel eens wat ingewikkelde situaties met zich meebrengen. En dat alles betekent eigenlijk dat er een beperkte inzet voor onze standaard vrijwilligers is. Het werk is soms fysiek wat zwaar. Plaatje rechtsboven is een stuk van de grote beerzen. Wat echt alleen met een bootje te bereiken is. Ik ben eruit geklommen, kwam een beheerder tegen van het waterschap. En die zei, kom je daar vandaan? Er is al 10 jaar niemand geweest. Nou, dat kan ik inderdaad beamen. Dat is niet om door te komen. Maar goed, wat ik zeg, als ik die stukken pak en jullie de andere stukken, dan hebben we het goed verdeeld. Waterpak, Lieslaars is dan wel belangrijk. Maar voor jullie als vrijwilligers is het erg belangrijk om die hark in ieder geval mee te nemen. Dus wat ik zeg, help mee. Neem een hark mee, een verrekijker. Niet om reclame te maken voor een of ander merk verrekijker, maar er zijn bepaalde verrekijkertjes zeer geschikt voor vlinders en libellen, die verrassend goed werken voor waterplanten, omdat ze heel dichtbij kunnen focussen.
als je dat toch ergens komt en je hebt wat planten gevonden, geef populatiegroottes door, aantallen vierkante meters, abundantie. Het maakt eigenlijk niet, maar geef in ieder geval een inschatting van de grootte. Florenabundantietassen werken hier heel goed voor. Kijk even op onze website voor meer informatie erover. Ook bij de inventarisatiehandleiding van ons staat daar meer informatie over. Noteer ook bijzonderheden, verstoringen, beheer, recreatie, vee, wild. Noem maar op wat er allemaal aan de hand kan zijn buiten. En informatie over doorzicht en stroming is voor ons ook redelijk belangrijk. Nou, beter te veel noteren dan te weinig. Ik kan altijd hele opmerkingenvelden volschrijven. Let ook even op exoten. We hebben net al de waterkruisvlag gezien. Die dingen die verspreiden zich enorm goed met fragmentjes. Dus ben je ergens geweest waarvan je weet dat die er zit, of waarvan je het vermoeden hebt dat die er zit, reinig je materiaal voordat je naar de volgende locatie gaat. Niet als je bij de volgende locatie bent aangekomen. Mogelijk heb je het dan al verspreid. Ik heb altijd een borstel en iets van alcohol of iets ontsmettends bij. En ik heb zelfs altijd een extra hark en extra lieslaarzen bij, zodat ik nog even van outfit kan wisselen als het echt een forse populatie is geweest. Als jullie nog wat willen vertellen over vlijmens fan, wil je daar meer over weten, dan mail mij maar eventjes. Heel veel waterkruis naar daar. Nu even de tijd niet hoor. Er zitten verder nog wat uitdagingen. Ik merk dat er veel behoefte is aan kennis. Laat het gewoon weten. Wij hebben budget weet ik niet, maar in ieder geval tijd om jullie daarbij te helpen. Onze zoekkaart waterplanten die je onder in beeld ziet, die zijn erg in trek. Helaas zijn we een heel eind door de voorraad heen, maar niet gevreesd, er komen nieuwe aan. Laat het gewoon even weten als je ze wilt. Als er genoeg bestellingen zijn, hebben wij ook een goede reden om er weer een hoop te drukken. We bieden allerlei cursussen. SoortNL-cursus bijvoorbeeld is er zo eentje. We hebben de basiscursus vanuit Floron gehad. Die wil ik eigenlijk nog een beetje uitbreiden met iets van waterplanten erbij. Voor de mensen uit Noord-Brabant. We zijn met een initiatief oeverlopers.nl bezig. Daarbij zijn er 3 locaties in Brabant geselecteerd voor doorlopende monitoring door vrijwilligers. Ook hier kan ik cursussen aanbieden onder andere. En kijk op onze site voor activiteiten die onze Floron-districten uitvoeren. Wellicht dat daar wel leuke initiatieven bij zitten met de relatie tot waterplanten. Ja, ik ga snel. Tot bijna slot. Nog wat toekomstmuziek. Vanuit de visclub van Ravon, de vissers. De vissenjongens zeggen we altijd. Maar die hebben interesse om ook meer over waterplanten te weten. Dat zijn toch al mensen die veel buiten zijn, veel in wateren zijn. Als ze dan wat opscheppen, is het handig om te weten wat het is. Ook Ravon vrijwilligers hebben daar interesse in. Vandaar dat ik zeg ook vergroten en verbreden van het vrijwilligersnetwerk voor waterplanten. Ik zoek eigenlijk andere clubjes. Voor mij een paar duikers, weet ik wat mensen allemaal doen. Sport, met mensen die sportvissers of noem maar iets. Heb je interesse in waterplanten, laat het weten. Ik heb daar even een intern grapje bij gezet daaronder. Power to the Potamogeton. Kijk ook even naar Power to the Paling, een Ravon initiatief. Wat ik al zei, we willen het digitaal cursusaanbod vergroten met een basiscursus, of ik, met een basiscursus waterplanten. En ik zoek nog steeds aansluiting bij scholen. Ik weet dat Meetup Muurplanten bijvoorbeeld een initiatief van ons is wat nog steeds draait. Het zou mooi zijn als we ook zoiets kunnen realiseren met waterplanten. Nou, echt bijna tot slot. Ik heb nog een paar minuten. Vond je dit nou fantastische projecten en een inspirerend verhaal? En zou je samen met mij meer van dit soort projecten willen optuigen? We zoeken nog een projectleider aquatische ecologie. Dat gezegd hebbende, wil ik jullie hartelijk danken voor de aandacht en zwaait deze mooie kreeft op een bedje van grote waternaal voor jullie even uit. Dankjewel.